Ja, en het falen van die politiek, dat gaat maar door, beste vrienden. Want dat hebben we nu de afgelopen maanden al gezien met het beleid, met het asielbeleid in Ter Apel. Ja, want het was daar al maanden aan de gang. We zagen al die ellende op televisie. Ze wisten al dat er honderden en honderden mensen buiten lagen te slapen. En niemand deed er wat. Nee, niemand. Vanuit Den Haag kwam niet één keer van we gaan die kant op. Nee, niemand deed het. Ze gingen zelfs op vakantie. Ja, het was geen... Laat maar gaan. En uiteindelijk komt het dan zover... Dat er moet een kindje overlijden van 3 maanden. En Artsen zonder Grenzen, die moesten eraan gaan helpen. Van pure ellende, moet je nagaan. Die komen normaal in Afrika, dan vinden we dat dan oké. Okay. Maar die moeten nu in Nederland optreden, in Nederland zelf. Ja, en toen dacht de politiek, oh, nou gaat het misschien toch wel iets te ver. Nou moeten we misschien toch wel iets doen. Ja. Jongen, je weet toch van schaamte niet waar je moet kijken. En die gasten in Den Haag, die moeten zich toch gewoon kapot schamen. Ja, jullie, ja. En nu komen ze dan met maatregelen, vrienden. Oh, nou hebben we maatregelen. Ja, maar waarom is al die ellende bijvoorbeeld ontstaan? Al die ellende is ontstaan omdat ze die mensen niet... een huis konden geven. Nee, natuurlijk niet, want Nederlanders kunnen nog niet eens een huis vinden. Dus als je het aan de achterkant niet kan regelen, dan moet je het aan de voorkant stoppen. Dan moet je gewoon zorgen dat er gewoon niemand meer binnenkomt. En welke maatregelen zien we nu, vrienden? Nou, je wordt er dus... als je mensen kwaad wil krijgen, dan moet je dit soort dingen doen. Dan moet je gewoon zeggen, we doen geen asielstop. Dat zeggen ze nu. Ik bedoel, vertel het mij maar. En dat is nou juist wat er wel moet gebeuren. Gevolg dat iedereen nu ontzettend boos wordt natuurlijk op die maatregel. Maar maatregel 2 is dat er 20.000 huizen moeten komen voor asielzoekers. Die moeten nu gebouwd worden. 20.000 huizen. Maar ze hebben het niet over al die Nederlanders die gewoon van wanhoop niet meer aan een woning kunnen komen. En dat doen we er wel. En dat zijn dan de maatregelen. En daar komen dus ineens honderden miljoenen voor vrij. Nou vrienden, is er nou in Den Haag helemaal niemand meer met verstand?